Op haaks erop. Wat zegt u? Nou, die gyroscoop, hoe is die geschakeld? Die staat verticaal of horizontaal? Horizontaal. Staat horizontaal. In de lengterichting van de helikopter. Ja, ja. 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 En zit dan hier? Ja, in dit geval zit hij hier voor, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, je kunt hem ook hier achter zetten. Dus dat doe je alleen om dat kantelen een beetje te stabiliseren? Nou, om inderdaad de staart te corrigeren dat hij recht achter, of in de lijn van waar je naartoe vliegt, ja, blijft staan. Ja. En waar is deze buis nou van? Oh, dat is deze draad. Ja, en die loopt daar natuurlijk. Voor een motorboot, dat is dat ja, je zou het veel korter kleven. Ja. En welke frequentie gebruik je? 2,4 GHz. Ja. Oh, je hebt het niet veranderd. Ik heb alles zoveel mogelijk buiten omgedaan qua voor de richtlijn. Ja, dat is altijd leuk. Dit is mijn heli. Ik heb deze dus helemaal zelf ontworpen. Ik heb gebruik gemaakt van diverse computerprogramma's om de heli helemaal in te tekenen, zodat ik dus weet of alles past. En ik heb dat eigenlijk gedaan om meerdere redenen. Als je met standaardheli's gaat vliegen, kom je gauw tot beperkingen. De vliegtijd wordt kort, tandwielen gaan stuk door het vermogen wat we gebruiken in dit soort heli's. En ja, daar moet eigenlijk gewoon een oplossing voor komen. Dus ik heb besloten om een heel frame compleet te ontwerpen. En dus ook rekening te houden met maten van accu's, tandwielen, motoren. En ook de geometrie van de heli, dus de linkjes en naar de servo's toe, dat is helemaal aangepast voor het gebruik voor 3D-vliegen. Dat maakt eigenlijk dat deze heli heel stabiel, snel en toch lange vliegtijden biedt. Dan moet je toch ook wel het een en ander weten van aerodynamica. Hoe zo'n ding vliegt en ja, de een helikopter überhaupt manoeuvreerbaar is. Ja, dat klopt inderdaad. Maar omdat grotendeels is gewoon mechaniek natuurlijk. Kijk, als dit beweegt, dan beweegt het hier ook, gaat het hier omhoog. Want dat is 1 plus 1 is eigenlijk 2. En de rest is op je gevoel afgaan en dingetjes van verschillende merken door elkaar heen gebruiken. En dan kom je eigenlijk tot een soort ultiem ontwerp. Want ik vind het gewoon leuk om zelf mijn eigen dingen te bouwen en ook te vliegen. Want het geeft gewoon iets moois als je weet dat iets wat je zelf gebouwd hebt vliegt. 27%. Wow, dat is niet veel. Thank you.
Ja, hoe was het naar de zin? Is het goed gegaan? Het zag er toch wel leuk uit, denk ik.